Mijn deelname is nu vanaf 1988 en daar heb ik van 6 jaar deelgenomen. En ik hoop niet de laatste keer, ondanks van oude dag. In de Historic zitten Peter Magnus en Marco Schillemans. Marco is niet alleen navigator en deelnemer, maar ook medewerker bij Stadsomroep Roosendaal. Deze lokale radio doet jaarlijks 3 dagen live verslag vanuit de rally. Van medium right into fast left. Van Herbin tot chicane. Van jump tot flying finish. 3 dagen live. Stadsomroep Roosendaal. Rally. Rally. Rally Radio. 1:05. Welkom bij alweer een uur Rally Radio. 1990. Marco. Iets anders als voor de radio werken, denk ik. Ja, dit is echt iets heel anders als inderdaad de radio. Ja, ja. Heb je een tas met schone onderbroeken bij je? Want ik heb begrepen dat het... je ziet er niet echt naar uit. Ik zal het heel eerlijk vertellen. Ik heb er 2 bij. What do you expect for conditions? Well, I don't know. I haven't seen any weather forecast, but if it's like today, it will be very difficult, very slippery and mud on the corners, I guess. But yeah, I'm used to that. We've had Ypres. It's been like this. Yeah. De weersomstandigheden voor Crabtree zijn beter dan hij zelf had verwacht. Het bleef droog en hij kon zich dus naar hartelust uitleven in zijn Britse Porsche 911. En, wat denk je? Laat je hem in je broek kakken of... Ja, ik laat hem echt dunne stront schijten. Ja, prima. Vanmorgen was het een beetje slipperig vanwege de regen, maar het is in de loop van de dag zo mooi opgedroogd. En we zijn alleen maar sneller gaan rijden en elke keer de tijd op de proeven verbeterd. Dus, We spraken net Patrick Snijers, die heeft zeer en zeer genoten om om een historic rally te rijden. Is dat voor jullie precies hetzelfde? Ja, tuurlijk, uiteraard. Want vorig jaar was het zo, toen konden we niet meer rijden. Dat was het eerste jaar dat we in de groep I zaten. En dit jaar zitten we dus bij de klassiekers en dat bevalt goed. Dus, Good morning. Did you enjoy it? Very good. Excellent. Yeah. Did you appreciate the organization through? Excellent. Everything's been excellent. Did you drive many rallies in Europe? Yes, we come over I suppose about 10 times a year. Yeah. So first one in Holland. Will we see you back next year? Yes, definitely. Yeah. Okay, congratulations. Very good. Thanks. Fijn evenement geweest? Ja, prima. Ja. Bent u de volgend jaar weer bij? Ja, dat hopen wij alleszins. En dat is de bedoeling toch. Hè? Nou, er staat een zeer deftige Engelsman aan de leiding. En ja, die staat daar niet voor niks. Dus dat is sowieso een favoriet. Maar ook een Politaar uit België. Ja, dat is natuurlijk niet de eerste de beste. Ik weet niet of hij zal winnen. Maar hij zal in ieder geval een geweldige show laten zien. En zoals je misschien weet, we hebben op de valrit nog iemand bij kunnen krijgen. We hebben er geen 22, maar 23. En dat is Patrick Snijders. En ja, kampioen van België, Europees kampioen. Enfin, ja, dat zijn topfavorieten. Patrick Snijers, grote verrassing dat je toch nog mee ging doen. Een beetje late inschrijving, heb ik begrepen. Dat was voor mij ook een verrassing. De auto is beschikbaar gesteld door Eddy van den Hoorn, heb ik gehoord. Ja, Eddy van den Hoorn van een 4-auto-pallet. En een goede vriend sinds lange tijd. En ik kreeg de vraag van de organisatie omdat ik niet zou willen meedoen met deze rally in de Historic. Ik stel me wel wat vragen bij. Ik zeg, ja, misschien kan dat heel leuk zijn.